mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we het bloksteun van de Batavus M20 spuiten. En dat gaan we mooi spuiten, dus het wordt een timelapse, want het gaat best wel lang duren om het echt mooi te spuiten, schuren, gewoon mooi te maken. Tapjes er allemaal goed maken, mooi tussen. Gaat lang duren, dus het gaat ietsjes langer duren, daarom komt er een timelapse van. Dus laten we maar gaan beginnen. Vindt u het leuk, oma? Rot op, man. Godverdomme. Nou, mensen. Hij is af. Helemaal blank. Goed aan. Geen ruwe plekjes meer. Het lijkt wel zal maar. Het ziet er gewoon goed uit. Dus dan kunnen we hem gaan spuiten. Pakken we even een doek, leggen we over de brommers heen. Zodat die niet smerig worden van de primer. Een doek over het blok heen. Leg gewoon de brommers neer. Maar hij is af. Mooi dus. Laten we nu maar gaan spuiten. Ik zal jullie even mijn manier van spuiten laten zien. Elke 10 minuten spuit ik een laag primer. 1 laag primer laat je drogen. 10 minuten. En dan spuit je er weer een laag overheen. 2 lagen. Gaat het goed. Maar bij elke laag primer ga je met een schuursponsje schuur je de oppervlak nog een keer over het ding. En dan ga je weer een laag primer. Dan ga je weer schuren en dan kan de laag lak eroverheen. Dus laten we daar nu mee gaan beginnen. Hij is ontwerp met remmenreiniger, dat is echt heel goed. Dus primer nodig. Je moet het eens goed schudden. En dan, Dan laat ik het jullie. Gaan we nu gewoon beginnen met spuiten. Laten we deze laag eventjes helemaal drogen. En dan gaan we hem wat zwart spuiten. Nou, nu is hij is 10 minuten lang gedroogd. Dus we gaan hem nu gaan we even de camera goed zetten. Richten we hem erop. En dan gaan jullie de transformatie zien. Dan zie je mat zwart metallic eerst. I'm so
Zo. Zag je die transformatie? Het ging helemaal van een soort van metallic naar heel mooi mat. Dus van deze video heb ik deze man gespoten. En in de volgende video gaan we nog meer delen spuiten, zoals het frame. Het frame gaan we eerst schuren en zo. Maar we hebben dus de blokstijl gespoten. Dus mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Later mensen, mazzel.